De regering overweegt juridische stappen tegen de moedermaatschappij van Foods and Agriculture Industries FAI. Dat zei minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren in het parlement. De bewindsman is niet te spreken over de manier waarop het Belgisch bedrijf The Fruit Farm Group het land heeft verlaten. Parmisser is verontwaardigd over een persbericht dat door het bedrijf is gestuurd naar het ministerie en de media. In de brief wordt meegedeeld dat FAI zich terugtrekt uit Suriname omdat de politieke, financiële en economische toestand van Suriname het verder opereren van het bedrijf onmogelijk maakt. Waar wij ook staan hier, van welke politieke partij dan ook, never ever kunnen we dit accepteren. Als natie. Hier, als ik dit bericht krijg. En daar heb ik me ingehouden, ja. U kunt van alles doen, maar u kunt niet aan de waardigheid van mijn mensen en van de autoriteiten van dit land komen. Whoever op dat moment de politieke autoriteit is. Ik hou me in, voorzitter. Ja, zeker weten. Die toon, daar ben ik nog mild. Ja. Als er andere punten zijn, dan praten we erover. De minister zei verder dat de houding van het bedrijf niet gepikt zal worden. De werknemers zijn in de steek gelaten, terwijl er geen materiaal is om bakoven te exporteren naar Trinidad en Tobago. Volgens hem is ruim $100.000 nodig om de export in orde te maken. Hiertegenover staan er inkomsten van $400.000. Vandaag zal nagegaan worden hoe de export mogelijk gemaakt zal worden. In ieder geval accepteren we deze zaak niet. Ik ga zelfs verder. Internationaal verfoeilijke houding. Dat is één. Kan de minister even zijn inleiding ten aanzien van FAI doen? Ja, minister, u kunt voortgaan. Mag ik doorgaan of niet? Ik vind dat u inleiding ten aanzien van FAI kunt afronden. Oké, dan zal ik even doorgaan via u, als ik me kan concentreren, uw medewerking. Ik kom niet aan uw leiding. Ja, u kunt voortgaan. Ja, en dat wij het traject hier ingezet hebben. De veiligstelling naar onze medewerkers toe. Twee, laten we dat goed vaststellen. Dat we die houding, zoals ik gezegd heb, absoluut niet accepteren. Drie, met een professioneel team, met een sterk legal team, en daarmee heb ik veel gezegd, voorzitter, de zaak tot op de bodem moeten onderzoeken. Minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren in het parlement over de status van de Foods and Agriculture Industries, FAI.